Op zaterdag 3 juni werd het Heide judo-toernooi in Sporthal de Peppel gehouden. De hele dag door werden er in verschillende leeftijdscategorieën wedstrijden gespeeld. Het is een populair toernooi waar niet alleen Nederlanders op afkomen. Nee, er zijn ook buitenlandse judoka's, er hebben Belgische judoka's, er hebben Duitse judoka's. En er zijn één Braziliaanse dames die komen judoën. Die was bij mijn dochter op de kamer om stage te lopen. En die vond het zo leuk om hier in Ede te komen judoën. Die was heel enthousiast. I think it's my first big tournament that I have in another country. So it's very important to me and I'm so happy to be here. Ik kom uit Bunschoten Spakenburg. Dat ligt bij Amersfoort, Utrecht in de buurt, Midden-Nederland. Dus, En hoe oud was je toen je begon met judoën? Dat zal zijn een jaar of 7 denk ik, maar dat was meer recreatiejudo. Toen ik naar de eerste ging, dus toen ik 12, 13 jaar was, begon ik echt met wedstrijdjudo. Ik heb gejudo'd en ik heb 3 wedstrijden gespeeld. Ik heb ze alle 3 gewonnen, dus nu ben ik eerste. Gefeliciteerd. Is dit de eerste wedstrijd dat je eerste wordt? Nee, dit is de tweede keer. It's a very good experience for me. To be here and I'm so happy with this opportunity to be here and I'm so glad for this. Het is de 24e. En dat is van het begin af aan ben ik daarbij bij betrokken al, ja. Dat is 24 jaar. Veel spelers komen naar het Heide Judo toernooi voor de zogeheten danpunten. Deze punten hebben de spelers nodig om een hogere graad te bereiken. Ja, ik wou voor de tweede dan. Ik heb nu de eerste dan, dat is gewoon zwarte band. En de tweede dan is dan een stapje erbij. En dan moet je dan 100 punten halen. En bij elke gewonnen wedstrijd krijg je 10 punten. En als ik dan 100 punten heb gehaald, dan hoef ik minder dingen te doen tijdens dat tweede dan examen. Dus dat scheelt wel weer in de voorbereiding. Dus dat scheelt wat in de stress, zeg maar. Dan heb je minder stress. Dus. Ja, alles verloopt naar wens. Naar een hele turbulente opstart. Vanmorgen moesten we om 5 uur al de mat leggen, maar gisteravond was de Ramadan Cup. En mochten we niet de zaal in. Er waren allemaal foutjes van sportservice. Die hadden dat niet goed geregeld, hadden niet goed in de agenda gekeken. En wij waren daarmee opgescheept en moesten we in plaats van vrijdagavond de mat leggen, moesten we dat vanmorgen om 5 uur doen. En dat is niet zo leuk werk, nee. Als je dan de hele dag hier moet rondlopen, dan gaat het steeds zwaarder wegen.